Dat lijkt mij een mooie manier om Vitesse Heerenveen mee te beslissen. Ja, nou, dat denk ik wel. Ja. Nog 1-0'tje nemen we toch mooi mee. Het is net een wedstrijd, eigenlijk een wedstrijd als je goed in het seizoen zit. Hè, dat je echt lekker draait en dat je dan zo'n rotwedstrijd speelt en dat je dan 1-0 wegloopt. Maar ja, het is toch iets heel iets anders op dit moment. De goal was vrij. Je zag het gaatje en dacht, nou ja, laat het maar proberen. Nou ja, ik kon mijn dribbel maken naar binnen. En ik was vrij om te schieten. Ik denk, ik haal maar eens uit. Want de eerste helft miste ik alle kansen. Ik was een keer ongelukkig met de bal aanname. En dan denk je van, het is alles of niets. En het maakt niet uit of die bal nou voor mijn linker of rechter ligt. Dat maakt niet zoveel uit, maar je moet het gewoon doen. En nou kwam ik een keer vrij. Ik denk, ik haal eens uit en dan valt hij binnen. Ben je het daarmee eens dat het verschil tussen Heerenveen en Vitesse toch wel is dat Heerenveen voetbal het veel meer inhoud heeft? Ja, je ziet dat Heerenveen veel beter kan voetballen, maar het komt er totaal niet uit. We moeten wel kritisch blijven. We hebben ook de kansen gehad en wij ook wel, maar we kunnen niet controleren. En dat is wat ik net tegen Rien ook al zeg. Daar moet je wel kritisch op blijven, want je loopt hier wel met 1-0 weg, maar het is niet best. Ja, bijvoorbeeld veel stilstaande situaties, vrije trappen zijn vaak gevaarlijk, hè? Ja, zeker. Maar ook, we nemen veel te veel de strijd, snap je? We moeten gewoon voetballen. En wat ik ook al zeg, het zal niemand mooier worden dit seizoen. En het is echt een klootseizoen voor iedereen. En ik denk dat het ook aan ons ligt, maar ook aan wat er allemaal gebeurt. Je hebt een derde trainer, een goede trainer wel. Maar ja, het is toch heel vervelend, snap je? Tenminste, voor mij is het moeilijk. En dan zal het voor de andere jongens ook wel moeilijk zijn. En wat er rondom nou weer aan de hand is, ja, daar werk ik niet echt mee. De ontlading was in ieder geval zeer groot. Ja, maar natuurlijk moet je eigenlijk toch vrij spelen, snap je? En ik moet ook verder kijken dan alleen, ik wil mezelf ontwikkelen en daar ben ik elke dag mee bezig. En dan is het moeilijk om in dit team op dit moment te spelen, snap je? Want ik ben buitenspeler, ik moet gevoed worden. En ja, op dit moment is dat hartstikke moeilijk. Je moet je eigen hakje redden op dit moment. En je ziet wel dat we samen willen, maar dat we het gewoon op dit moment niet kunnen. En dat is vervelend. In ieder geval nemen jullie afstand van ploegen onder, want dat is voor de club wel het allerbelangrijkste. Ja, zeker. Dit was belangrijk. Maakt niet uit hoe. Dat is wel wat ik zeg. Het gaat niet meer worden. Maar als we nu deze wedstrijd de punten kunnen pakken, dan zijn we daar ook veilig en dan kunnen we op naar volgend seizoen. Ik heb die groep het hele seizoen nog niet zo blij gezien. Ontlading. Ja, maar dat is ook logisch ook. Kijk, dit is natuurlijk een uitermate belangrijke wedstrijd. Dit is een 6-punten-wedstrijd. Uit. Ik vind dat ze keihard gewerkt hebben. De eerste helft hadden wij het beste van het spel. We hadden afgesproken dat we wat snel druk zouden zetten. Nou, dan pakken we toch een heleboel ballen. Alleen pakken we ballen af, maar alleen doen we er te weinig mee in de situatie. Spelen we slecht uit. Op één situatie met Roina, dat hij alleen door kan gaan. In de tweede helft zijn we een beetje de regie kwijt. Dan is het druk zetten, dat kost zoveel kracht dat niet iedereen het meer kan belopen. De linies worden, de onderlinge afstanden worden te groot. Daarna kieet het de controle kwijt. Ik vond het middenveld erg voor balverlies leiden, niet terugschakelen. Met lopende mensen moeite hebben, dus zijn we wat gaan wisselen. En dan krijg je een situatie dat ik dacht dat je een strafschop mee moet krijgen. En ik hoorde van iedereen dat er een zuivere strafschop was. Nou ja, die krijg je niet. Anders had er al 1-0 kunnen worden. Dan krijg je iets meer rust. En dan maakt Rodi een fantastische goal. Maar dan heb je ook heel veel situaties die ook daarvoor nog gehad. Met documenten van Vitesse, waar toch wel levensgevaarlijke situaties zijn. Ja, die zijn echt het gevaarlijkste. Ja, nee, maar er zijn afspraken gemaakt. Wij weten precies hoe zij ze nemen. En we weten precies wie er meegaan. En Drost van iedere keer vrij. Maar daar stond gewoon Derrel op papier op. Dus ja, die zijn afloop. Ik dacht dat er een ander was. Ja, denk is misschien niet de sterkste kwaliteit. Maar dat vergt dan wel een evaluatie van jouw kant, of niet? Nou ja, maar ja, kijk, we pakken de tekeningen van de documenten erbij. Die hebben Albert tekent ze altijd uitstekend, zetten ze neer. En dat is heel duidelijk. Nou, daar gaan we nog een keer heel duidelijk naar kijken. En zeggen, dit kan dus niet meer. Want je kan zo'n wedstrijd ook verliezen door dit soort situaties. En ik vind dat je uit standaard situaties mag je niet weggeven. Geeft de overwinning op zich ook rust? Ik bedoel, je hebt nu 6 punten voorsprong op 2 ploegen. 5 op nog een ploeg. En je loopt ook bij Vitesse weg. Je gaat over VVV en NEC heen. Nou, het geeft in ieder geval vertrouwen naar de volgende wedstrijd. Kijk, ik vond de eerste helft dat we hier gewoon toch wel redelijk dominant speelden. Zij wisten het op een gegeven moment niet. En zij hebben eigenlijk bijna helemaal geen kans gehad. Wat diepgang, wat veel lange bal. Alleen in de fase zeg maar vanaf 30 meter van de goal naar de goal toe. Daar doen wij er te weinig mee. Daar moet heel hard aan gewerkt worden. En ik vind dat gezien de kwaliteit die we daar meer mee kunnen doen. Maar ik vond wel dat we goed druk zetten, agressief speelden.
En ik zie in ieder geval wel een ploeg, dat is wel één geheel nou. Ik zie ze allemaal hard werken. En daarvoor denk ik ook dat de blijdschap zo groot was. Dat iedereen weet dat iedereen er keihard voor heeft gewerkt. Dat vind ik wel een hele goede zaak. Nog één vraag, je had net over je middenveld. Dat je gedurende de wedstrijd wat veranderd hebt. Losada viel wat dat betreft prima in, hè? Ja, ik vond ook dat Pavel aardig in viel, hoor. Want die is natuurlijk een tijdje weg geweest. Maar die hadden diepgang. En ik ben gecharmeerd van middenvelders met diepgang. Het moet dynamiek zitten. Als je Gerald Cibon in de spits hebt, dan weet je dat je daar geen diepte hebt. Maar dan moet je de mensen eromheen moeten constant diep gaan. En dat gebeurt niet. En dat moet zeggen dat Christian dat wel heeft. Maar ik vond Mika niet. En Mika ontbeert duidelijk nog vorm en ritme.